Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Het is vandaag weer zover. Vandaag heeft de Aldi een nieuwe levering gekregen van vuurwerk. We hebben een aantal dagen gepost bij de Aldi, bij onze Aldi in Delft. En ze zeiden woensdag ligt het vanaf 8 uur in de schappen. Voordat ik zometeen jullie de beelden laat zien van vanochtend, want het was echt mega chaos, kom ik zometeen even op terug. Het was echt onwijs druk. We hebben namelijk speciaal voor deze video de elektrische aanstekers van MyPlasma in de aanbieding met de kortingscode PyroTeamDelft2. Die hadden we de vorige keer gebruikt voor de giveaway, maar hij is nu speciaal voor jullie weer aangezet. We hebben hier ook de zwarte en daar gaan we mee afsteken. Dit zijn splinternieuwe en die gaan we binnenkort weer even weggeven. We gaan even met de zwarte stoken, jongens. En bovendien komt binnenkort de PTD-torch uit. Hou onze socials dus goed in de gaten, want we hebben er best wel weinig ingekocht. Er is al vertraging, maar de PTD-torch, ik laat nu wel even een foto in beeld zien. Kunnen jullie binnenkort bestellen. Wees er snel bij, want geloof me jongens, het is een eenmalige druk. Dus een limited edition aansteker eigenlijk. Binnenkort meer over. Volg PyroTeamDelft op Instagram als je daar niks van wil missen. Deze zijn van mij en ja, het minste wat geleverd werd waren de knetterrotjes, jongens. Jullie zien het. Binnen 3 minuten helemaal leeg. Even wat van deze ingeslagen. Als je kijkt naar de badge hier zo, staat er op 2020. Dus ik ben erg benieuwd of ze dan ook zo knetteren als 2020. Verder waren de schappen heel snel al leeg. Althans, leeg. We hebben alle producten van de Aldi. En we hebben de vorige keer in de video hebben we niet de producten getest die er verkocht werden. Heb jij dit jaar de nitro's gezien bij de Aldi? Nee, hè? Nee. In ieder geval, de knetterlint hadden we vorige keer al gedaan. Is echt prut dit jaar. Alhoewel ze wel ontzettend snel uitverkocht raken, hebben jullie kunnen zien. Deze ook. De knetterrotjes. En ze zeggen dus dat deze heel goed zijn. Ik had ze vorige keer niet gehaald. Maar, badge 2020, jongens. Alles is 2020, behalve de knetterlinten. Ja. Maar dat wisten ze denk ik van tevoren, hoor, de Aldi en Leslie. Klopt. En ik had ergens vernomen dat ze vandaag bij de laatste levering misschien wel de fonteinen hadden. Fontaine. Daarom ging ik ook vanochtend daar naartoe. Maar niks was minder waar, helaas. Zo, lijkt hem niet raar te gek. Ja, echt, hè? Laten we maar even hiermee beginnen, want ik krijg dus heel veel mensen die zeggen dat deze heel goed zijn. Nu zet je hem maar uit. Oh, dat is niet slim, want we willen er net mee gast over doen. Nou, hoe zijn ze? Zo. Leuk met het licht. Die zijn wel grappig, man, oprecht. Ja, mooi. Hoe duur waren die nou? €4,40 voor weet ik veel. 80 stuks of zo? Goedkoper dan... Nou, ze vallen wel telkens uit. Dat moet je wel doen, man. Ja, toch? Ja, joh. Die zijn wel leuk. Maar jij gooit ze op het lontje als je ze neerpleurt. Nou, dan moeten ze, kijk, officieel moeten ze ook rechtop staan. Ja, doe het even hoe het moet. En dan schieten dus kleurtjes uit. Maar die zijn toch wel leuk? Van de Aldi. Hoe duur waren ze? €4,40 voor 80. En deze knetter was goed. En daarom. Ik gooi ze op het lontje. Zo. Lekker. Die andere doet het niet, joh. Wat heb je nou? De bonbonnetjes gaan we ook even testen. Zo hebben we alles getest. Trouwens, wat ik jullie nog wel even wil meegeven. Als jullie deze video zien, alles is vanochtend opgenomen. Dus als jullie willen, dan zou ik snel even nog naar je Aldi gaan. Want wij waren net naar een paar vestigingen gegaan. Wat zag je nog alleen? Aansteklonten? Aansteklontjes. Alleen nog aansteklonten, dus daar kan je niks mee aan. Ja, daar kan je wel wat mee aansteken, maar je hebt wel vuurwerk nodig. Ik vind het altijd zo kut, hè. Bonbonnetjes. Zijn die even goed als de knetterrotjes? Wij dachten vorig jaar van wel, namelijk.
Minder, veel minder. What the fuck is dit? Ja, man. Mooi. Bonbonnetjes. Ja, ik ben... Oh, die was wel beter. Had hij iets meer balletjes in. Zit hier wel op een kutstuk, man. Je ziet ook een beetje weg, hè? En wat we ook even gaan doen, zijn de knetterkings. Die hebben we al gestookt natuurlijk de laatste keer, tijdens het shoppen. Maar hoe zijn ze overdag, is de vraag. Nou, zetten we ze even neer. Straks even een heksenkring maken of zo. Die knetterkings. Beste. Nou, hij steekt ze aan. Hopelijk gaat het goed. Zo. Ja, dat was wel leuk. Heel pakkie. Ja. Dan hebben we ook nog een andere paar knetterrotjes. Leuk. Wat leuk. Maar ze hebben wel veel faal, man. Ja, hè? Ja, nou, dat is wel normaal, jammer. We ja. hebben veel weigeraars. Laat even in de reacties weten, jongens, of jullie ook veel weigeraars hebben bij de knetterrotjes. Ze kunnen het dus ook 5 minuten later nog doen. Ja, die vind ik op zich ook wel grappig, hoor. Weet je wat ik alleen mis? Ik mis dat die vuurwerk, die luchthuilers en zo bij de... Je hebt toch ook die knetterballen? Nou ja, die mis ik wel helemaal. Wat zit nou hier ook, hè? Lijkt op een vonke luchthuiler. Nou, we hebben ook de knetterkogels. We merken dat deze als laatste overblijven in de schappen bij de Aldi. Ja, maar niemand wil ze ook. Nee, omdat ze ook 5 euro kosten voor 45. Jongens, dat is echt niet normaal, man. Even uitproberen deze. Met een gat van. Ik denk dat jullie de grootste kans hebben dat ze deze nog wel hebben. Nou, ik denk overal... Ja, er ging er net een knetterrotje aan. Ik ook een beetje, man, hè? Ja, hoor. Ja? Zeker. Mag dat pas toch op bij je dertigste doen of zo? Wat is in de vuur, ik al het hele jaar afsteken? Ja, hele jaar, ja. Ja, dat vind ik wel minder, deze. Kijk. Pas op, voor de oren. Zo, die rookt aardig, man. Steekt even een paar knetterkings af. Ah, die blijven het beste, man. Hey, eerlijk, die knetterkings zijn echt het best wat je kan halen. Die laten we echt even liggen, want zo. Ik kwam snel een vlam uit, gek. Was dat alles? Van dat pak? Nou, nog meer. Zo, er komt wel een knetter vanaf, man. Serieus, die zijn echt goed. Gaan we even doorstoken? Ja, is goed, man. Nee, dit stelt niet teleur. Met Ed teleur. Zo. Hé, hey, maar ligt het aan mij of is het effect ook anders wat eruit komt? Weet je... Het gaat omhoog, toch? Ja, wat meer ijsfonteinachtig. Maar ik heb ook nog de badge van 2018. Waar? Ja, man.
Nou, dit is dus ook volgend jaar eruit, jongens. Geloof me. Morgen komt er gewoon weer een video online. We hebben nog wel een paar dingen trouwens, man. Laten we die even heel snel achter elkaar afsteken. Maar in ieder geval, als jullie dus in de buurt zijn van de Aldi, zou ik ze zeker even checken. Deze. Dat is niet aan, hè? Knetterrotjes zijn best wel de moeite waard. En eigenlijk maken we deze video speciaal voor de mensen die vandaag nog naar een Aldi willen. Of voor de mensen die dit bewaard hebben tot oud en nieuw. Dan zien jullie in ieder geval wat jullie kunnen afsteken. Thanks voor het kijken in ieder geval. Laat in de reacties achter of jouw Aldi vandaag ook heeft gehad. Of dat jij wat ingeslagen hebt. Want bij ons hadden ze dus de Knetterlinten 2021 badge. Helaas, waardoor we ze dus hebben laten liggen. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Morgen gewoon weer een nieuwe video.